We hebben nu een tentoonstelling over schilderijen en dat gaat over verdriet en over Joden in Den Haag. En dat kan tot het eind van het seizoen, van maart tot oktober. Elke zondag van 11 tot 5 zijn we open. Ik ben Gustav Boessewa, ik ben voorzitter van de stichting Atlantikwal Museum Scheveningen. En het doel van onze stichting is, we hebben een tweetal bunkers hier aan de Badhuisweg. Een commandobunker en een manschappenbunker. Maar we hebben ook een gangenstelsel in Kijkduin, wat toegankelijk is. En daarmee proberen we eigenlijk het verhaal van Den Haag te vertellen. Over de oorlog en over het effect van de oorlog op de stad. Maar ook andersom het nadenken over wat betekent nou de stad en een stad in oorlog. Maar wat betekent ook andersom als je onderdrukt wordt en als je in een moeilijke situatie komt. Vesting Scheveningen is opgericht door de Duitsers vanaf 1942 met de bedoeling hier een geallieerde invasie tegen te houden. Nou, ja, dat betekende dat er een verdediging was aan het zeefront en aan het landfront. Ja, aan het zeefront hadden ze kanonnen die eventueel op de schepen konden schieten en heel veel andere verdedigingen die ervoor bedoeld waren dat als de soldaten op het strand kwamen, ze daar neergeschoten konden worden. En waar we hiervoor staan is een manschappenbunker, type 622, waar de mannen sliepen en daar konden veilig bomvrij slapen. Dit is na het weghalen van de 80.000 kilo door de machinaal. En daarna moesten wij als vrijwilligers eigenlijk nog 100.000 kilo weghalen. Dit is de eerste blik in de bunker geweest in 2012. Dan zie je hoe die erin staat. Hij is echt leeg, kaal. En dan is daar hier wat water op de grond. En dit zijn wat sfeerbeelden van wat de Atlantikwal was. Hier staan 1432 namen van Scheveningers. En het macabre is dat deze pijp is een pijp voor frisse lucht. Die gebruikten de Duitsers voor het gas te zuiveren. Dus de gaszuivering in de pijp van de frisse lucht werpt zijn schaduw over de mensen die dus veelal natuurlijk gewoon vergast zijn. Ja, of vergast, of de Duitsers hadden een ander programma, dat heette vernietiging door arbeid. Dat is eigenlijk de keuze die je kreeg, hè? Of je werd gelijk vergast of je werd langzaam doodgewerkt. André van Kruijsen. Ik ben dus in Scheveningen geboren, in 1940. En mijn vader was trambestuurder. En dat betekent dus dat toen Scheveningen geëvacueerd werd, toen zijn wij in Scheveningen blijven wonen, dus in het sperrgebied. En dat heeft nogal wat consequenties gehad. Namelijk, ik kan me veel herinneren nog van de oorlog, omdat het traumatische ervaringen zijn. Bijvoorbeeld dat mijn vader, die moest voor de arbeidseinsatz, kwamen ze ook razzia's, dat kan ik me herinneren. En deze schilderijen zijn dus dit is bijvoorbeeld de Waalsdorper vlakte die daar hangen en dat is het Windekind wat hier tegenover staat, dat huis. Daar heb ik veel over geschilderd, want daar zijn heel veel Joden en verzetsmensen terechtgekomen. En die hebben dus daar, gearresteerd en weggevoerd. De mensen zijn verraden. Het gaat over het nu, hè, want ik heb honderden kinderen inmiddels, die zijn wezen kijken in scholen. Ik ben vorig jaar in Duitsland geweest en hier zie je dus ook koekoeksklenachtige figuurtjes, de monumenten waar bloed overheen gaat. Een hele bijzondere opening met de tentoonstelling van André van Kruijsen. Ik heb net al even een kleine preview gehad op de schilderijen. Behoorlijk heftig, moet ik zeggen. U zei al, het thema verdriet komt erin naar voren. Ze maken indruk, dus daar kunt u zo meteen naar gaan kijken. En wat ik mooi vind is ook dat al die facetten erin naar voren komen. Want ook Villa Windekind, wat hier vlakbij natuurlijk ligt. Een prachtig bouwwerk, maar met een vreselijke geschiedenis eigenlijk. Zo'n ontzettend mooi gebouw. Maar ik zou er niet in willen wonen. Ik zou er niet in kunnen wonen. Als ik weet wat daar gebeurd is, ik vind dat heel bijzonder. Zeg het heeft maar. Ook 25 jaar leeg gestaan. Inmiddels is het wel bewoond. Maar ik zou aan mij voorbij mogen gaan. Maar ik ben blij dat het er is. En ik ben ook blij dat we het verhaal hier in die onmiddellijke nabijheid kunnen vertellen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Kapelweg 19. En dan hebben we het over de verkaderdoos. Echt een oude doos met foto's.
waar ook het verhaal van de familie Frank Mogendorf is verteld, die hier heeft gewoond, in de oorlog is vervolgd. Dus ja, die geschiedenis komt zo dicht bij elkaar. En ik vind het heel mooi dat jullie hier met het Atlantikwal Museum een podium hebben waarin je deze verhalen ook kan vertellen. Dus naast het gebouw en de vrijwilligers ook actieve exposities. Ik juich dat van harte toe. Dus van harte gefeliciteerd daarmee. Hartelijk dank. Gaan we nu...